In de middeleeuwse stad werd veel en vaak toneel gespeeld. Maar van allerlei toneelstukken kennen we niet meer dan de titel of een korte aanduiding van de inhoud, doordat die vermeld zijn in bijvoorbeeld de rekeningen van een stad, waarin dan een spel over een verloren koning genoemd wordt, of over den stride van Woering, de slag bij Woeringen. We weten dan dus dat er een toneelstuk is opgevoerd, en we hebben een aanduiding van de inhoud. Maar naar wat er dan precies vertoond werd, kunnen we vaak alleen maar gissen want de teksten zijn meestal niet bewaard gebleven. Misschien werden die ook lang niet altijd opgeschreven en werd het toneelspel min of meer geïmproviseerd. Van de teksten die we wel hebben, zijn de vier zogenaamde abele spelen waarschijnlijk de beroemdste. Ze zijn in één boek overgeleverd, het belangrijke Handschrift van Hultum, dat kort na het jaar 1400 tot stand kwam. Aan dat handschrift danken de toneelstukken ook hun naam. In de opschriften worden ze een Abel-spel genoemd. Overigens dragen in dit handschrift ook andere teksten, zoals bijvoorbeeld een lofprijzing van de Maagd Maria, het etiket Abel. Abel is dus een algemene aanprijzing van de tekst en betekent zoiets als kunstig. Het verwijst dus niet naar een bepaald type toneelstuk. Bijzonder zijn de toneelstukken zeker. Nergens in Europa vind je zo vroeg, in de 14e eeuw al, wereldlijk ernstig toneel in de volkstaal. Er is wel eerder komisch toneel en religieus toneel, maar dat is geschreven in het Latijn of in het Frans. In het handschrift zijn de vier abele spelen elk gekoppeld aan een klucht. Het opschrift boven het abelspel kondigt namelijk meteen de daaropvolgende klucht aan. Een abelspel van Esmoreit, Skoningszonen van Cecilien en de een Soternie. Dat betekent klucht. Daarna volgende. Zo heeft het handschrift vier paren, van een abelspel en een klucht, Esmoreit en Lippijn, Gloriant en die buskenblazer, Lanseloot van Denemarken en die hekse, van den winter en van den zomer en Ruben. Bovendien is er ook nog één paar van twee opeenvolgende kluchten: drie dagen heren en Truanten. Wat kunnen we te weten komen over de manier waarop deze stukken werden opgevoerd? Het handschrift geeft bijna alleen de teksten die door de acteurs moeten worden uitgesproken. Er is bijvoorbeeld geen lijst van benodigde kleding of aanduiding van decorstukken zoals die er wel is bij een ander toneelstuk uit de late middeleeuwen de zevenste blieskap van Maria. Een enkele keer zijn er regieaanwijzingen, maar die zijn heel kort. Bijvoorbeeld bij de rol van een ridder die op jacht is, wordt gezegd: Nu stekt hij den hoorn. Dus hier blaast hij op zijn jachthoorn. En de kluchten eindigen vaak in een gevecht. Hier vechten ze, staat er dan. Heel intrigerend is de regieaanwijzing in Esmorijd. Aan het einde van dat stuk wordt de slechterik ontmaskerd. De bijbehorende regieaanwijzing luidt: Robberrecht hangt men hier. Betekent dat dat er werkelijk een speler werd opgehangen op het toneel? Onmogelijk is het niet, want er zijn uit de latere tijd wel gegevens die aantonen dat er allerlei trucs werden gebruikt op het toneel. Maar hoe deze galgène in de late middeleeuwen werd uitgevoerd, dat weten we niet. Gelukkig zijn we voor de mogelijke opvoeringswijze niet alleen aangewezen op regiaanwijzingen. Als we de teksten van de Abelen spelen en de bijbehorende kluchten goed lezen, kunnen we ons toch een beeld vormen van de opvoering. Een belangrijke passage is de volgende. Als het spel van Esmorrit is afgelopen, spreekt een van de spelers het publiek nog toe. Elk blieve zitten, in ziene vrede. Niemen en Willetu, werd geen. In een zotheid zal men u spelen gaan. Die kort zal zijn, doe ik u weten. Wie honger heeft, die mag gaan eten. En de gaat allen die graad neder. Genoeg het u, zo komt alle mergen weder. In vertaling, laat elk rustig blijven zitten en niemand naar huis gaan. Een klucht zal men voor u gaan spelen, die kort zal duren, dat zeg ik u. Wie honger heeft, die kan gaan eten. En ga allemaal de trap af. Als het u goed beviel, kom dan morgen weer terug. Uit deze regels kan heel wat opgemaakt worden. Het publiek wordt uitgenodigd om vooral te blijven zitten, want direct na het ernstige spel over esmorheid wordt de klucht, of de zotheid, Lipijn opgevoerd. Het publiek zat dus tijdens de voorstelling. En men moet een graad, een trap of een ladder af bij het weggaan. Dan was de voorstelling waarschijnlijk ergens in een huis of een herberg en mogelijk op een zolder. En tenslotte kunnen we uit de tekst opmaken dat het publiek de volgende dag kon terugkomen. Er werd dus blijkbaar meerdere dagen achter elkaar gespeeld door dezelfde spelers, die dan wellicht professionele acteurs waren en geen amateurs. Deze situatie lijkt niet zo bijzonder. In onze tijd worden veel stukken in theaters met zitplaatsen opgevoerd, maar bijna alle andere middeleeuwse bronnen, zoals tekeningen en schilderijen en documenten uit archieven, wijzen in een andere richting. Het bekendste voorbeeld is wellicht dit schilderij, waarvan verschillende bijna identieke exemplaren bestaan: de dorpskermis. Dit schilderij is gemaakt door de Antwerpse kunstenaar Peter Baltens, en het behoort tot de collectie van het Amsterdamse Rijksmuseum. We zien een open plaats in een middeleeuws dorp waar van alles gebeurt. Er wordt gedanst, gebedeld, gegeten en gedronken. En op de achtergrond heeft een groep mensen zich verzameld rond een liedjeszanger. Maar centraal in de voorstelling staat dat wat ons het meest interesseert. Op een houten verhoging is een toneelstuk in volle gang. Het podium zelf is heel eenvoudig. Het biedt ruimte voor een tafel en een stoel, en er is een mogelijkheid om op te komen en af te gaan doordat er wat lappen stof zijn opgehangen. Het publiek staat rond de toneelvloer. Er zijn meer afbeeldingen van toneelvoorstellingen in dorpen, en dan zien we steeds een eenvoudige stellage die makkelijk op te bouwen en af te breken is. En de voorstelling vindt plaats in de buitenlucht voor een staand publiek. Er bestaat ook nog niet zoiets als een aparte schouwburg. Daarvoor moeten we in de Nederlanden wachten tot de 17e eeuw. Maar er werd wel binnen gespeeld. Beroepsacteurs werden vaak aangeduid als kamerspelers. En ook de rederijkers, die vaak amateurdichters waren, speelden wel binnen op zolders van herbergen en raadshuizen. En zo'n plek is ook voor de abele spelen goed denkbaar. Voor een opvoering van de Abele Spelen volstaat een toneel dat net zo eenvoudig is. Er is een mogelijkheid om op te komen en af te gaan, en verder zijn er een paar attributen. Het belangrijkste middel om de werkelijkheid te suggereren is de taal, die heel beeldend is. Dat is bijvoorbeeld heel duidelijk in de manier waarop getoond wordt dat een personage een reis maakt. Een reis van het ene naar het andere land komt vrij vaak voor in de Abele Spelen, die meestal gaan. Over twee geliefden die door een afstand van elkaar gescheiden zijn. Ook de kluchten hebben zulke overgangen van plaats, maar op een kleinere schaal. Dan is het niet de overgang van het ene naar het andere land, maar van de ene plek naar de andere. Het middel dat daarbij gebruikt wordt is echter gelijk, de zogenaamde overgangsmonoloog. Ik leg dat nu uit aan de hand van zo'n monoloog uit een van de kluchten, Truante. Daarin heeft een dienstmeisje ruzie met haar werkgeefster en spreekt dan de volgende korte monoloog uit. Vrouwen, nu wil ik van u scheiden. Nu hulpt God, die het al verleent. En de hoezaan ben ik verbeend, dat ik u te minen diensten dus scheide. Dat mi, broeder Everaad, zeide, dunkt mi dat ik nu bevinde. Wanneer ik zin een zank bekinde, moet ik met sieren minnen dolen. Ik moet nog gaan te Ziereskolen scholen, en de haasten te mij ter kluizen waard. Hoor dit, broeder Everaat? Nu ben ik hier. God, geets mij vrome. In vertaling: Mevrouw, nu moet ik bij u weggaan. Help God, die alles geeft. Hoe plotseling ben ik weggejaagd, dat ik op deze manier mijn werk verlies. Wat broeder Everaat me al zei, dat ondervind ik nu. Wanneer ik zijn liedje leerde kennen, moet ik met zijn instemming rondwalen. Ik moet nog eens bij hem in de leer gaan en me naar zijn kluizenaarswoning haasten. Hoort u het, broeder Everaad? Hier ben ik. God, geef me kracht. In deze twaalf regels gebeurt er veel. Eerst gaat het dienstmeisje bij haar werkgeefster weg en beklaagt ze zich over de ellendige situatie waarin ze zo plotseling terechtgekomen is. Vervolgens herinnert ze zich een eerdere ontmoeting met een bedelmonnik broeder Everaad, en bedenkt ze dat ze bij hem hulp kan zoeken. Dat ze dus naar zijn afgelegen kluizenaarshoed moet gaan. En dat is precies wat ze doet. Ze loopt van de ene zijde van het toneel naar de andere, terwijl ze deze woorden uitspreekt. En wanneer ze zegt, hoor dit, broeder Everaad, hoort u mij? Is ze bij hem aangekomen. En inderdaad verschijnt Everaad meteen daarna op het toneel, zoals blijkt uit de eerste woorden die hij uitspreekt. Ai Minneken, ziet Groot Willen komen. De overgang van het dorp naar een plek waar Everaat woont, is dus te zien op het toneel en wordt waarschijnlijk niet gesuggereerd door een decor, laat staan door een wisseling van decor. Dat is ook niet nodig. De beschrijving in woorden van deze verplaatsing met het bijbehorende spel is meer dan genoeg om deze werkelijkheid op te roepen. Zo is het in al deze toneelstukken: de taal is simpel en direct. Er zijn weinig middelen nodig, maar dat is meer dan genoeg om heel effectief een wereld te verbeelden.